En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. Joris Bekkers is een van de vier oprichters van de aanstaande nieuwe online supermarkt Picnic. En ik las ergens een hele interessante quote en daar wou ik het meteen maar eens met hem over gaan hebben. En die quote die luidde: we gaan met boodschappen doen wat Zalando met mode heeft gedaan. Mijn gast Joris Bekkers. Joris, van harte welkom. Toen dacht ik, en meteen maar gemeen beginnen, oh, we gaan hetzelfde doen als Zalando. Dat betekent valse concurrentie met heel veel geld en dik verlies pakken en heel irritant reclame maken. Dat is ongeveer wat, zeg maar, mijn, zeg maar, even kort door de bocht beeld van Zalando. Goed beeld van de online wereld. Ja, dat zijn dan de negatieve kanten van Zalando. Ja. Maar die vieren wel vaak de boventoon. Gaan jullie dat ook doen? Nou ja, ten eerste is dit niet iets wat wij gezegd hebben, hè, maar wat er boven terecht is gekomen. Maar er zit wel wat in. Want er zijn natuurlijk heel veel, heel veel markten die zich heel goed ontwikkeld hebben online. Hè, dus reizen en elektronica en kleding en schoenen, et cetera. Waar heel veel mensen heel graag online kopen. Mm-hmm. En eigenlijk boodschappen doen nog niet zoveel. Nee. En wij hopen, en wij denken ook eigenlijk wel, dat mensen eigenlijk ook heel graag boodschappen online willen doen. En want je bent straks zijn ze vieren, Joris Bekkers, Frederik Nieuwenhuis, ex-Fredhoppers. Dat is wel een hele schamele samenvatting van wat jullie hebben gedaan. Ja. Maar goed, dat is een van de dingen. Bas Verheijen, een supermarktjongen. En Michiel Mullen natuurlijk, een soort challenger, mogen we wel zeggen. Altijd bezig om oude partijen omver te werpen, als het even kan. Om vernieuwing te brengen, denk ik. Ja, dat is het. Om nieuwe uitdagingen aan te gaan in bestaande markten. Ja. Waarom jullie vieren? Waarom zijn jullie met z'n vieren gestart? Dat is een goede vraag. Nou ja, ik heb met Frederik al een lange historie. We hebben 15 jaar inderdaad Fredhopper gedaan. En Fredhopper maakte software voor webwinkels. Hm. Dus we zaten midden in die transitie naar e-commerce, al vanaf 1999 of zo. Ja. En nadat we klaar waren met Fredhopper, toen hebben we ons afgevraagd, goh, wat zou nou nog leuk zijn om te doen? En toen zagen we precies wat ik net noemde, dat er heel veel markten heel populair waren online. Mensen kopen heel graag reizen online. Ja. Gaan eigenlijk nauwelijks meer naar een reisbureau. Mensen kopen kleding graag online en allerlei andere zaken. En bijna alles behalve food. Dus wij vroegen ons af, goh, zou daar nou niet iets op te verzinnen zijn? Of waarom lukt dat niet? Maar dat is niet een plan waarvan je met z'n vieren zegt, borreltje erbij. Hey, weet je wat, online supermarktje morgen uitrollen. Nee, zeg absoluut maar. Niet. Absoluut niet. Wanneer was het eerste kiemetje er? In 2012. Okay, dus kijk, we hebben echt ruim 3 jaar eraan gewerkt. En we zijn eerst met z'n tweeën begonnen. Maar al vrij snel is Bas erbij gekomen. We dachten, het is de supermarktwereld. Ja. En we moeten iemand erbij hebben die gewoon veel van de supermarktwereld weet. Ja. En niet veel later is Michiel aangesloten, omdat we natuurlijk toch ons in een wereld begeven waar we klanten een soort nieuwe energie moeten geven. Hè? Ja. Want er wordt wel vaak gezegd van, we gaan tegen allerlei grote spelers, maar we zien het vooral zelf eigenlijk meer als een uitdaging om de gedragsverandering bij klanten. In plaats van het uitdagen van aan de spelers. Er komt gewoon een nieuwe markt, net als in al die andere markten. Want even voor de duidelijkheid voor de kijkers, denken Michiel Mullen, de man achter Tango en achter Roetmobiel. Bijvoorbeeld, dus, een aantal bijvoorbeeld, initiatieven waarmee die bestaande industrieën opschudden. Leg de case eens uit, de business case van Picnic, de kern ervan. De basis is natuurlijk dat we ons af hebben gevraagd, hebben klanten behoefte om boodschappen op een andere manier te doen als ze vandaag de dag doen? Ja. Ja? En wij denken, of het viel ons op, dat het misschien best gek is dat wij met z'n allen 3 keer per week naar een plek gaan in een stad waar we hetzelfde rondje lopen door dezelfde winkel waar we iedere keer komen, in een rij gaan staan om min of meer weer dezelfde spullen te kopen, die dan te betalen en vervolgens mee naar huis te sjouwen. Ja, Albert Heijn vindt het niet erg waarschijnlijk, want we doen de order picking zelf, zeg maar. Precies. Nee, natuurlijk. Alle mensen met winkels, dit is een fantastisch businessmodel. Wat super succesvol. Hè? De zelfbedieningse supermarkt, zeg maar, uitgevonden eind jaren 60 en groot geworden, is de meest efficiënte manier om spulletjes van de boer of van een fabriek naar mensen thuis te brengen. Mm-hmm. Er is geen goedkopere, efficiëntere manier om het te doen. Mm-hmm. Maar je kan je afvragen of je met nieuwe technologie dat niet beter zou kunnen. Nou, dat is geen sinecure, want in tegenstelling tot al die andere markten die ik besprak, kan je verse boodschappen natuurlijk niet met de post sturen. Nee. Kijk, Zalando, die je straks noemde, dat is een fantastisch bedrijf, super succesvol geworden, hè? Tegen iedereen's verwachting in, ook winstgevend. Hè? Inmiddels? Ja, inmiddels. Maar het is een bedrijf wat 5 jaar geleden niet bestond en nu 2 miljard omzet doet. Mm, hadden wel diepe zakken. Hè? Is dat een belangrijke factor om succesvol te worden? Tuurlijk is het belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. Ja. Dat is in ons geval ook belangrijk. Het zijn allemaal belangrijke factoren, maar ze hebben wel vernieuwing gebracht in een markt. Zeg maar, hè? En nou, hetzelfde geldt hier, denken wij, hè, dat als je de klant de juiste propositie geeft en de twee kerninzichten waar wij in geloven is dat
Klanten niet meer moeten gaan betalen dan ze al in de winkel betalen. Ja, dus niet zeg maar dikke kosten voor bezorging. Precies, ja. Want als je iedere week een tientje extra moet betalen, nou ja, dan hou je er snel mee op. Ja. En het tweede is dat klanten het niet prettig vinden om te wachten op hun spullen. Nee. Dus we hebben een totaal nieuw businessmodel ontwikkeld, echt met een wit stuk papier. Hebben ons afgevraagd, nou ja, als je nou een boer hebt en je hebt producenten en je moet het uiteindelijk bij mensen thuis krijgen, hoe zou je dat nou het meest efficiënt kunnen doen? En dan zijn we echt eindeloos gaan leren. En leren betekent gewoon dat ik ging vragen bij de post bijvoorbeeld, letterlijk, van god, mag ik eens een paar dagen met jullie meerijden? Want ik dacht, wie weet er nou echt wat van bezorgen? Mm. Postbodes. Mm. Of bij retailbedrijven, in magazijnen, et cetera. We hebben echt meer dan een jaar dit soort stages gedaan, zeg maar, mee mogen kijken. En zo hebben we een nieuw bezorgmodel ontwikkeld, wat nog nooit eerder is gedaan. Wat is er nieuw aan? Nou, het belangrijkste is wat wij doen, is wij functioneren als het ware als een melkboer. Wij komen 3 keer per week. Op... De oude SRV-wagen. Precies, precies. We doen eigenlijk een paar aparte dingen. Hè? Dus wij komen 3 keer per week op een vaste tijd bij je langs. Dus altijd dezelfde tijd. En je kiest zelf welke van die 3 keer je wil hebben. En we rijden als het Weet je al wat voor tijden dat zijn? Ja, dus misschien ja hoor, dat weten we precies. Dus alle wijken waar wij nu actief zijn, iedere wijk, en we zijn nu actief in een aantal wijken van Amersfoort met testklanten. Ja, je bent nu een pilot. Ja. Ja, nou, maar dat betekent van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat? Of binnen... Nee, want we hebben dus bedacht, hoe kan je nou een bezorgmodel maken dat klanten heel prettig vinden en dat ook efficiënt is. Mm-hmm. Nou, voor jullie? Voor ons efficiënt. Ja. Zodat, kijk, uiteindelijk, hè, om gratis te kunnen bezorgen, moeten we lage kosten hebben. Ja, dus jullie claimen de goedkoopste te zijn, toch? Ja. Ook nog eens een keer. Dus niet alleen geen bezorgkosten, maar je bent de goedkoopste. Precies. Wat bedoel je met de goedkoopste? Nou, dat betekent, hè, dat je in de meeste andere winkels meer geld kwijt bent voor dezelfde boodschappen. Dus jullie zijn de goedkoopste. Super. Als het gaat om een winkelwagen vol met boodschappen, dan zijn jullie in alle opzichten de goedkoopste. Ja. Zo niet? Dan krijg je je product gratis. Okay. Eigenlijk eenzelfde soort. Het is op zich niet zo gigantisch revolutionair dit. Dit is gewoon heel vergelijkbaar met wat heel gangbaar is in de supermarkt. Hè. Jumbo bijvoorbeeld zegt precies hetzelfde. Ja. Nou, wij zijn niet van plan iets radicaal anders. Als iedereen er gebruik van gaat maken, dan ga je failliet. Maar dat doet men toch niet, toch? Dat is niet dat je dan failliet gaat. Wij kunnen dat ook echt, omdat we echt lage kosten hebben. Dat is wel hoe kan dat dan? Dat klinkt als een heel ingenieus systeem. Maar leg de flow eens even Uit. Is ook heel goed. Dat is heel goed. Kijk, ik zal je dat proberen uit te leggen. Want dat is heel belangrijk om te begrijpen. Ja, ja. Wat er bij ons gebeurt, is klanten kunnen tot 11 uur 's avonds bestellen op hun telefoon. Ja. Het eerste is dat wij om 11 uur verzamelen we alle orders. Jij noemt op je telefoon. Ja. Achter de computer ook, neem ik aan, maar je niet. Nee. Dus alleen de app? Alleen de app. Oké. Okay. Ja. En het is dus heel bijzonder dat wij zien dat een heel breed publiek dit doet. Dit gaat doen als je het zo aanbiedt. En met phone bedoel je ook zeg maar mobiel, dus iPad kan wel. Het is een app. Ja, iPad kan wel. Ja, iPad kan wel. Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar het zijn allemaal mensen die gebruiken. Waarom geen websiteje dan ook? Omdat wij denken dat het veel handiger is om je telefoon te doen. Oké, okay, dus daar vindt het bestellen plaats. Ja, en dan tot 11 uur 's avonds. Alle orders worden verzameld. Dan gaan wij... Dus ik moet wel de avond van tevoren besluiten wat ik wil hebben. Zeker. Okay. Zeker. En op dat moment gaan wij eigenlijk pas bestellen wat we nodig hebben. Mm-hmm. Dat betekent dat alleen het brood wordt gebakken, wat daadwerkelijk besteld is, of het vlees wordt gesneden, wat daadwerkelijk besteld is. Voor sommige artikelen, zoals zeg maar wasmiddel, is dat natuurlijk wat minder van belang, want dat kun je gewoon in het schap zetten. Ja. Maar hierdoor hebben wij een veel efficiëntere keten. We hebben als het ware een bestelketen, heb je ons een bestelje. Terwijl een supermarkt is een voorspelketen. Een supermarkt moet bedenken of het morgen barbecue weer wordt en wel of niet chasselieken bestellen of iets dergelijks. En dat gaat heel goed, maar nooit perfect natuurlijk. Maar je bent wel afhankelijk van alle producenten die daar aan mee moeten werken. Dat zijn ze niet gewend, of wel? Nee, dus dat hebben we ontwikkeld. Dus we hebben echt een hele nieuwe voedselketen ontwikkeld. Ja, waar precies op tijd dus juiste spullen worden geleverd, zodat er vrijwel geen verspilling is. En wij dus ook die kosten besparen van het weggooien. Maar überhaupt is dat een heel goed idee. En vervolgens hebben wij ook nog eens een soort bijzonder distributiemodel, bezorgmodel ontwikkeld. Met speciale kleine elektrische voertuigen die we zelf hebben ontwikkeld. Die bestaan niet. Ja, ze bestaan nu wel, maar ze bestonden niet. Waarmee we heel efficiënt, zeg maar emissievrij door buurten kunnen rijden. Dus ook nog eens een keer emissievrij, duurzaam, groen. Ja, ja. En heb je de hele keten helemaal zelf ingevuld? Of heb je liftje ook mee op bestaan? Want ik kan me voorstellen dat je bij distributiecentrum of weet ik wat. Dat nee, we zijn echt een complete supermarkt. Een nieuwe supermarkt, een online supermarkt van A tot Z. Maar we hebben wel partners. We hebben inkooppartners, waar we leveranciers, waar we spullen kopen. Maar wij maken iets andere soort afspraken met die mensen dan een normale supermarkt. Maar de afspraken die bij onze keten
passen. En we werken nauw samen met Boni. Boni is een bestaande supermarkt, ja. Ook investeerder in Picnic. Dus daar kopen we spullen samen mee in. Ja, ja. Dus natuurlijk maken wij gebruik van anderen. Maar wat van belang is, is dat er een hele nieuwe keten is en waar een schakel uit is. En het belangrijkste verschil is dat we geen winkels hebben. En doordat we geen winkels hebben, is er één schakel minder in het systeem. Een kostbare. En dat bespaart heel veel kosten. Wat op zichzelf een klassiek model is. Dat is wat in internet innovatie eigenlijk overal gebeurt. Dus het reisbureau eruit, de elektronica-winkel eruit, de boekenwinkel eruit. Ja, alhoewel je nu weer bij de Coolblues van deze wereld ziet dat men beetje, weer een aantal fysieke... Een beetje, maar in een andere orde van grootte. Ja, vijf winkels hebben of 500 winkels hebben is een groot verschil. Ja. Hoeveel geld is hierin gegaan? Nou, we hebben behoorlijk veel geld in geïnvesteerd de afgelopen jaren om het zover te krijgen. Wat is behoorlijk veel geld? Nou, we gaan geen uitspraken doen over precies hoeveel geld, maar er zitten etterlijke miljoenen in. Ja. En, etterlijke miljoenen of tientallen miljoenen? Nou, daar gaan we verder niet zoveel over zeggen. Maar, en hoeveel financiers zitten daar dan achter? Nou, hoeveel? Laten we zo zeggen dat er veel belangstelling is. Ja. Ook van investeringsfondsen om in vernieuwing te investeren in dit soort grote markten. Het is wel risicokapitaal, hè, dit? Absoluut. Want wanneer... Het is altijd een beetje risico, hè? Ja, hoeveel tijd heb je om geld te gaan verdienen? Tenminste, ik ga er zo vanuit dat het in het begin geld kost. Met één wijkje in Amersfoort wordt het niet... Nou, dat hangt er allemaal vanaf hoe het zich ontwikkelt. Ja, er zijn natuurlijk meerdere initiatieven geweest. Ja, hè? Ik weet absoluut. Hoe heet het? Truus zat je en nog een paar. Bestel direct of zoiets. Je had een aantal... Zeker. Wat zijn de dingen die jij het engste vindt? Zeg maar, wat zijn de grootste risico's? Of wat kan er, als je een negatief scenario uitrolt, die heb je vast uitgerold. Wat zijn dan de dingen die fout kunnen gaan, dat het niet aanslaat? Ja, dat zou kunnen. Daar zien we nu gelukkig al hele, hele positieve reacties op. Ja. We doen al een tijdje, we zijn al een maand of 4, 5 aan het testen. En we zien eigenlijk dat klanten ongelooflijk enthousiast zijn. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. En dat ons distributiemodel werkt. Okay. Dat mensen het fantastisch vinden om die kleine autootjes door de straten te zien rijden. Daar in Amersfoort. Dus dat werkt allemaal heel goed. Een grote uitdaging is om dat snel genoeg te kunnen opschalen bijvoorbeeld. Ja. Dat is niet eenvoudig. Omdat we echt een hele nieuwe voedselketen bouwen, is dat wel echt een hele uitdaging. Dan neem je al de mensen en zo ook aan en zo? Ga je dus ook echt hoeveel mensen heb je nu al op de payroll staan? 50 ongeveer. Ja, ja. En wat is je plan zeg maar, qua uitrol? Nou, dat gaat gestaan. Kijk, wij zijn ontzettend gefocust op kwaliteit. Dus wij zijn nu gewoon bezig om in Amersfoort te laten zien dat we kwalitatief een volwaardige supermarkt neer kunnen zetten. Dat voor de mensen echt een alternatief is. Heb je al cijfers als het gaat om recurrency? Zeg maar, hoeveel van de mensen die nu aan die pilot meedoen hebben zoiets, dit werkt lekker, dit blijf ik doen? Want als natuurlijk kan voorstellen, ik zou ook meteen de eerste keer meedoen. Ja. Maar het moet een gewoonte worden natuurlijk. Ja, nou, daar zien we hele, hele positieve ontwikkelingen. Resultaten. Ja, waar mensen echt gewoon wekelijks bestellen. Wat echt heel bijzonder is. Want dat is niet het gedrag wat je ziet in andere omgevingen. Heb je veel klachten? In de zin van, ik vind het dan nog heel prettig om in de supermarkt... Nee. Om dan mijn eigen appels uit te kiezen en die appel laat ik liggen. Nee. Jullie moeten dus gewoon zorgen dat elke appel gewoon de beste appel is. Nou, jij zegt het precies goed. Ja. De eisen die aan ons gesteld worden zijn veel hoger dan die aan een supermarkt gesteld worden. Maar als wij daaraan voldoen, en dat is onze uitdaging natuurlijk... Ja. Dan zien we ongelooflijk positieve reacties. Zijn mensen eigenlijk heel blij en ook heel veel verskopen. Heb je gedacht aan... jullie assortiment is uiteindelijk een compleet assortiment? Ja. Of uiteindelijk nu al? Ja. Hetzelfde assortiment als een gemiddelde supermarkt. Ja, want met Albert Heijn kopen, kan ik bij jullie kopen. Precies. Nooit gedacht aan het vernichen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk de HelloFresh bijvoorbeeld... wat nu behoorlijk aandacht krijgt. Ja, waarbij ze heel duidelijk een... Dan was het een stuk makkelijker geworden. Als je had gezegd, we pakken een gedeelte. Ja. We pakken niet die hele supermarkt, maar een hele duidelijke niche. Waarom niet dat gedaan, maar het hele assortiment? Nou ja, god, wij zijn niet op die tour gegaan in het begin. Maar ik vind dat is zeker een interessant idee. Maar precies zoals jij zegt, het is een niche-idee. Het zou best iets kunnen zijn waar wij op een gegeven moment ook iets mee doen. Het is voor het avondeten een belangrijke oplossing. Maar als gezin heb je ook ontbijt nodig en lunch en allerlei andere zaken... om je huis schoon te maken, et cetera. En kijk, wij hebben een veel fundamentelere innovatie... nagestreefd. Namelijk de innovatie van de hele keten. De hele keten. Hè? Waardoor de spullen ook echt verser bij jou thuis komen. Hè? Bij ons ligt het niet 2, 3 dagen in de winkel. Ja, want het wordt pas besteld als... Precies. En wij maken met klanten eigenlijk... Hè, zoals die mobiele app, dat is enerzijds onze winkel... maar je moet het eigenlijk zo zien... dat is misschien wel de afstandsbediening... waarmee klanten onze keten bedienen. Ja. En in real time precies bepalen wat wij doen. Ja. Zij bepalen wat wij in het assortiment hebben. Mm. Zij bepalen wanneer wij komen. Dus dat is een totale omkering van de keten. En
wordt de bezorging, je ziet nu in Amerika met name same day delivery, instant delivery, blablabla, ga je ook in bijvoorbeeld grote steden, als de markt groot genoeg is, ga je nog sneller, dat ik zeg maar 's ochtends of misschien 's middags nog kan bestellen en 's avonds bezorg krijg? Dat niet. Nee, dus wij doen echt precies het omgekeerde. Je ziet inderdaad een trend naar zeg maar on-demand, zoals we het in Engels noemen, maar dat zijn eigenlijk een soort taximodellen, zou je kunnen zeggen. Een autootje wat speciaal voor jou direct naar jou toe komt. Ja. En wij hebben als het ware de bus ontwikkeld. De bus die zeg maar op vaste tijden 3 keer per week bij jou thuis komt. Dat is een ander model. Je had de bestaande bussen kunnen pakken. Want die rijden bij mij zo'n beetje leeg voor de deur. Ja, maar je moet maar zien. Het zijn hele bijzondere kleine busjes. Ja, ik heb de plaatjes gezien. Ze zien er prachtig uit. Nee, maar ook die weinig, die dus smal zijn, waardoor mensen er makkelijk langs kunnen. Ja. Waar je heel makkelijk aan de zijkant de spullen uithaalt. Ja. Ze zijn bovendien heel aardig om te zien. Mensen reageren daar echt geweldig goed op. Ze zijn schattig. Ze zijn schattig, maar ze zijn schattig, maar ook heel efficiënt. Ja. Dus wij doen eigenlijk het omgekeerde. Een beetje contrair aan wat nu een beetje trendy is. Namelijk allerlei dingen on-demand meteen leveren. En dat doen wij omdat wij boodschappen doen voor iedereen toegankelijk willen maken. Mm. En niet voor mensen die bereid zijn of kunnen een tientje ervoor te betalen. Ja, precies. Je doelt echt op het grote publiek. Dat zie je ook bij ons. Bij ons ook het grote publiek gaat dit doen. Ja. Dat zie je nu ook gebeuren. Mensen die nog nooit iets online gekocht hebben. Ja, want het wordt, dat is goed dat je dit zegt. Want het wordt al vrij snel gepercipieerd in mijn ogen. Ligt er misschien ook aan mij. Van, oh ja, dat is weer een online concept. De start-up wereld. Ik denk meteen aan markt en kwaliteit en duurzaam. Terwijl jij moet gewoon keihard op SBS shownieuws worden gepromoot. Zeg maar. Dat is... het volk moet het gaan pakken. Ja. Ja, maar wij vinden het een ongelooflijk leuke uitdaging om zeg maar online boodschappen te doen en het gemak daarvan bereikbaar te maken voor iedereen. We zitten natuurlijk ook niet voor niks in Amersfoort. Ja. We hadden ook in Amsterdam kunnen beginnen. Ja. Maar wij vinden, het is een veel leukere uitdaging, denk ik, om niet alleen voor de happy few iets te maken, maar iets te maken waar heel veel mensen iets aan hebben. Overigens ook heb je dan veel grotere impact. Want als de voedselverspilling afneemt voor een paar mensen, is dat hartstikke mooi. Maar als het afneemt voor 90% van de mensen, is het natuurlijk fantastisch. Want heb je jullie invloed op voedsel op de afname? Ja, absoluut. Want, nou, bijvoorbeeld heel simpel gezegd, wij bakken geen brood wat niet besteld is. Ja. Het klinkt heel eenvoudig. Ja, je doet een voedselverspilling in het begin van de keten. Ja, maar in een supermarkt gaat vrij veel voedsel verloren. Mm. Omdat niemand perfect kan voorspellen wat er allemaal verkocht gaat worden. Ja, het klinkt alleen als een duur concept. Maar ik heb er niet zo verdiept in de case als jullie. Nou ja, we hebben geen winkel. Ja, daar denk eens hoeveel kosten je hebt aan een dure locatie. Al die mensen in de winkel. Ja, ja. We hebben geen cashières. Ja. We hebben geen vakkenvullers. Al die dingen hebben we niet. Ja. En we hebben ook bewust een ander bezorgmodel. Met een busmodel, dus niet een taximodel. Ja, precies. En je kan je heel eenvoudig voorstellen, als er 10 mensen in de straat wonen en ik kan kiezen uit heel veel verschillende bezorgmomenten, dan komt een busje misschien wel 10 keer per dag in de straat. Dat zie je ook hier gebeuren. Ja, dus je vraagt bij ons iets niet van concessie, in die zin van 11 uur s'avonds. Absoluut, we vragen zeker medewerking. Wij werken echt samen met klanten. Ja. Dit model werkt samen met klanten. Ja. Zij bepalen wat wij verkopen en zij bepalen de lage kosten. Krijg ik nog picknickboxen tegen mijn huis aan, voor het geval dat ik niet thuis ben, dat wel doosje in kan? Dat is misschien een goed idee. Nee, dat hebben we nu niet, maar daar hebben we ook minder behoefte aan, juist omdat we op vaste tijden komen. En dan weet ik het op hoeveel nauwkeurig dat je komt? Uiteindelijk op 1 minuut of 10. Oh, okay. Dus we kunnen heel precies vertellen wanneer we komen. En dan kan ik het in mijn app. Precies. Kan ik het zien of je precies. Juist. Ja, juist. Lekker, we snappen het. Concurrentie, een Amazon Fresh, een Ahold, waar moet ik hem zien? Zeker. Nou, weet je, je kan concurrentie uitdrukken in termen van een ander bedrijf. Ja. Maar ik denk dat de grootste uitdaging is om het gedrag, het ingesleten gedrag, het traditionele winkelgedrag te veranderen van grote groepen mensen. Dat is veel meer de uitdaging. En hoe gaan jullie dat doen? En samen, nou ja, door de propositie heel goed te laten aansluiten bij waar de behoefte van de klant ligt. Dus de klant wil 2 dingen. Tenminste, denken wij in belangrijke mate. Die wil niet meer betalen dan in de supermarkt. Ja. 1. En 2, die wil niet wachten. Hm. Nou, die 2 dingen leveren wij. En die vernieuwing, denken wij, dat energie gaat geven aan klanten. En dat is ook wat we zien nu daar. Om gewoon heel regelmatig bij ons de gewone dagelijkse boodschap te bestellen. En als we nou tot slot, we zien elkaar. Nou, laten we eens even kijken wat voor een time doen we. We doen eind 2016. Dus dat is ruim een jaar na nu. Mm-hmm. Kun je dan eens wat kerncijfers noemen waar je dan staat?
Nou, ik hoop dat we dan kwalitatief succes hebben in Amersfoort. Dat betekent dat heel veel mensen heel tevreden zijn over wat wij doen in Amersfoort. Want alleen dan gaan wij volgende stappen nemen. Het is niet een soort ambitie om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden. Mm. Maar het is de ambitie om zoveel mogelijk mensen op een nieuwe, goede manier boodschappen te laten doen. En het zou zomaar kunnen dat we dan in flink wat andere steden dit ook gedaan hebben. En dat we zo als een olievlek verder bouwen aan een nieuwe voedselketen voor moderne steden. Succes daarmee, Joris. En ik blijf het volgen. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile. Als je meer wil zien op 7digits.tv, dan kun je dat in ons geval zowel op de website als in de app doen. Downloaden, kun je lekker onderweg kijken tijdens het boodschappen doen. Allemaal tegelijk. Dankjewel voor het kijken. Hoi.